Het bed van mijn ouders in het museum? Jazeker, want de ontwerper was er eentje van de Design Academy. Net als de bedenker van dit unieke meubel. De tafel voor het burgerlijk huwelijk van Willem-Alexander en Maxima. De Eindhovense vormgevers hebben hun sporen nagelaten. De sporen in de stad Eindhoven, in de regio, in het land, denk aan Dutch Design, maar ook internationaal. Onze alumni zitten over de hele wereld en beïnvloeden daar ook wat er gebeurt met ontwerp. Deze fiets, ontworpen voor een Nederlandse gevangenis. Wie hem in elkaar kan zetten, kan goed genoeg lassen voor een lasdiploma. Een ontwerp gaat vaak over het dagelijks leven van mensen. En daarmee beïnvloeden ze dus ook de levens van mensen, heel concreet. Ja. En dat is prachtig om te zien. Het begon als de Academie voor Industriële Vormgeving. En het leverde Eindhoven naam op als belangrijke stad op designgebied. Veel bekende ontwerpers komen hier vandaan. Denk aan Maarten Baas, die afstudeerde met zijn geblakerde meubels. Ja, in eerste instantie is het natuurlijk gewoon een compliment dat je op een overzichtstentoonstelling van 70 jaar Design Academy mag staan. Hij studeerde af met een animatiefilm, maar ontwierp daarvoor ook de mobiele studio. De studie veranderde zijn leven. Ik was elektricien voordat ik ooit overal aan begon. Dus ik werkte op de bouw als sleuvenkapper en leidingen leggen. En de Design Academy ging er een wereld voor me open. Dus het heeft mij compleet veranderd in wie ik nu ben. En nou staat hij met al die anderen in het museum.